nou iemand dat je met maar weet, hè? Ja. Wat mij niet zint, is toch weer die woningen die wij toen gekocht hebben van BWL. Ja. Sta ik erop, nou? Ja, dat staat erop. Want anders komt het niet goed. Nee, zeg maar even. Wat is er aan de hand? Nou, dat er een vereniging voor eigenaren is. Ja. En niet van eigenaren. En die mensen kunnen niet aan die centen komen. Oh. En dat erger ik me nog steeds aan. Want dat was niet de bedoeling van het hele geval. En welke huurding jij dan? Nou, dat gaat over die 132 woningen. Op de Nieuwe Amsterdamstraat onder andere. En ik noem het altijd maar driehoek 2. Maar dat heette vroeger zo. En er zit onder andere Wiep Venema zit er ook bij in. Ja, en wat is je rol? Zijn rol erin, dat is het beheren van het geld. Ja. En wat doet hij dat goed? Nee, doet hij niet goed. Oh, wat is er aan de hand? Nou, dat moet gebruikt worden voor het onderhoud. Ja, dat gebeurt niet. Nee, want ze hebben het altijd maar over casco. En als je nou vraagt, ja, wat is dan casco, dan weten ze het niet te vertellen. Dus Wiep me terug van vakantie en je moet het even goed regelen. Je moet het even goed regelen, ja. En dan heeft al een afspraak met Eckhart? Nee, dat wil ik eigenlijk gaan doen. Want? Maar ik wil niet onder de vleugels van die nieuwe vereniging gaan schieten, want die hebben ze nou. Ja. Maar ik vraag er wel iedere keer naar. Maar dat woont er niet meer, hè? Ik woon er niet meer. Waar woont dan? Ik woon nu op Beerplein. En ja, dat bevalt me prima. Oké, okay. Maar kom ze wel eens even in de binnenstad, niet? Ik kom wel eens, ik kom in die buurt. Dus we krijgen straks een warme herfst met... Met Jan Mooi. Met Jan Mooi en met Eckhart en met Wiep Venema. Ja, dat ik hou er even aan, hè? We houden in de gaten. Oké, okay, is goed. Zet hem op. Zie je nog. Hoi.